We hebben al laten zien hoe Luna werkt en voor welke cliënten hij ingezet kan worden. Maar wat is nu de meerwaarde van Luna? Volgens Case Managers Dementie kan iemand met een ijzersterke routine door Luna langer zelfstandig thuis blijven wonen. Doordat Luna hun routine toont op het moment dat het ertoe doet, verzorgt de cliënt zich beter en krijgt hij meer zelfvertrouwen. De kwaliteit van leven kan verbeteren doordat de cliënt minder afhankelijk is van anderen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en vermindert het schaamtegevoel. Wat betekent het nou voor jou als zorgmedewerker? Nou, met Luna kan je ook zorg bieden wanneer je niet bij de cliënt bent. Je helpt ze op afstand herinneren om bijvoorbeeld genoeg te eten en te drinken, medicatie in te nemen of om op tijd naar bed te gaan. Dit is heel eenvoudig in te stellen, zoals we hebben laten zien in video 2. Door Luna kan je op momenten dat je bij de cliënt bent meer aandacht besteden aan fysieke zorg en een goed gesprek. Dan de mantelzorger. Die wordt vaak gebeld als de cliënt verward is of om bevestiging vraagt. Luna kan de druk op de mantelzorger verlichten. Doordat de cliënt weet wat er op het programma staat, krijgt de mantelzorger minder vaak de vraag van de cliënt: wat moet ik vandaag of wanneer komt er iemand langs? Ook zijn er minder noodzakelijke bezoeken nodig, omdat de agenda op afstand bijgewerkt kan worden. Het maakt dus niet meer uit hoe ver de mantelzorger bij de cliënt vandaan woont. Omdat zowel de mantelzorgers als de zorg samen kunnen werken in hetzelfde systeem, is de agenda van de cliënt altijd actueel. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat de mantelzorger de zorg langer kan volhouden en minder druk ervaart. Ook houdt hij meer tijd over om leuke dingen te doen samen met de cliënt. In de volgende video geven we een aantal tips om ervoor te zorgen dat jouw cliënt Luna accepteert. Bedankt voor het kijken!